Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces deux... Komen aan het einde van deze twee dagen, dagen van Lourdes, ja? In een heel bijzondere vorm. Ik denk dat het dagen waren die enerzijds intens, rijk, varieerd en die ons veel inzichten hebben gegeven. En ondanks het feit dat we de afstand, fysieke afstand hadden, toch echt kunnen appreciëren. Ik wil een heel groot dankjewel zeggen aan iedereen die hebben bijgedragen aan deze werking. De ploeg van Matthias, David en allen die met techniek te maken hebben. En natuurlijk aan de rector, hè, aan de directeur, de VPN, die met de chaplains... Allen die de hand aan de ploeg hebben geslagen, die hebben ertoe bijgedragen dat deze dagen zo goed zijn verlopen. En dat we u hebben kunnen bereiken, daar waar u bent. En dienst van uw bedevaarten en van allen die in de loop van dit jaar naar Lourdes zullen komen. En allemaal een heel groot dankjewel. Ik denk dat de technisch allemaal heel goed verlopen is. En dat het ook een rijkdom was om het zo te beleven. We hebben getuigenis gehad. We waren verbonden met mensen van heel verre die een bijdrage hebben kunnen doen. Een grote verscheidenheid en grote soepelheid in de tussenkomsten. Voor dat alles heel hartelijk dank. Wat gaan we moeten onthouden van al wat we hebben uitgewisseld? Hè? Het is altijd moeilijk om conclusies te trekken, omdat er zoveel... Hè, in het hoofd komt. Ik zou eenvoudigweg willen zeggen dat deze dagen voor mij een gelegenheid waren van vreugde en van hoop. En die twee woorden zou ik willen delen met u. Vreugde en hoop op het einde van deze dagen. Vreugde, in de eerste plaats, omdat die vreugde zichtbaar was. Hè? Gisteren in de viering, hè? Het feest van onze vrouw van Lourdes. Het feest had een wat andere connotatie dan andere jaren. Maar het heeft toch veel meer mensen samengebracht dan we hadden gedacht. En het heeft ook een echte vreugde uitgedrukt voor de mensen die er waren. En zonder twijfel ook ieder die verbonden waren via tv en internet. Deze vreugde om Maria te vieren... Het is een vreugde om samen de weg van het heiligdom te kunnen vinden. En dat toe te vertrouwen aan Maria. Al onze intenties, ook onze moeilijkheden. Moeilijkheden van het moment, die toch zo ingrijpend zijn en heel zwaar. Maar ook onze projecten, onze hoop, de toekomst van het heiligdom. De bedevaarten die gaan komen, hè. In de loop van de komende maanden, de loop van het jaar dat komt, hè, dat hopen we toch. Een groot vreugde van vreugde, hè, die we elkaar hebben gegeven. Men heeft verschillende keren gesproken over de genade van Lourdes. Maar nu, de genade van Lourdes heeft zich getoond, gemanifesteerd, hè, deze dagen. En bijzonder, hè, bijgelegenheid van het feest gisteren van onze lieve vrouw van Lourdes. Hè, met dat trouwens rond een heerlijke zon kon beleefd worden in Lourdes. Een reden van vreugde. En dan, het andere, de hoop. Omdat we doorheen de vele getuigenissen, de inbrengen, het uitwisselen van elkaar, die diepe dorst... Hè, grote dorst om naar Lourdes op bedevaart te komen. Natuurlijk zal alles niet gemakkelijk zijn. Het zal niet zijn zoals voordien. Dus groepen zal minder talrijk zijn. Hè? Of men zal niet kunnen komen met alle zieke mensen met wie men dat zou willen. Men zal veel aanpassingen moeten doen. Hè? Maar de hoop is er. En dat is, het is die dynamiek, hè, die ons moet aandrijven, aanvuren, hè, animeren in de projecten die de onze zijn, in de voorbereiding van de bedevaarten en het leven van de hospitaliteit. Hoop, omdat Lourdes de maanden die komen
zieke mensen zal kunnen onthalen, samen ook met mensen die in goede gezondheid zijn. De toekomst voorspellen. Hè? Niemand weet hoe de gezondheidssituatie precies zal evolueren, op welke datum, welke voorwaarden. Maar dat wat we hebben geleerd, hè? En dat ook aan de bron van die hoop ligt, is dat we onophoudelijk ons moeten aanpassen. En teken geven van grote soepelheid in de organisatie van de zaken, in de manier van onze projecten voor te bereiden, te voorzien, te plannen. Dit is niet gemakkelijk, voor sommigen zelfs een beetje brengt het uit evenwicht. Hè? Maar het is belangrijk om al onze projecten, onze bedevaart in de handen van de Heer te leggen en in de handen van de Maagd Maria. Want zij is het. Hè? Het is Lourdes, hè? We hebben gezien dat zij tot ons kan komen. Hè? Het is die geest die ons moet aandrijven en ons moet motiveren om de bedevaart van dit jaar voor te bereiden. U heeft ook onderstreept dat doorheen deze crisis, hè, zoals er nooit één geweest is, hè, die we vorig jaar beleefden en die we nu nog steeds beleven, gaan we bepaalde dingen veranderen in de vorm, in de organisatie van de bedevaarten. Misschien ook in de afkomst hè, van de bedevaarten, waar de bedevaarten vandaan komen. Hè. Het was allemaal nieuw, maar het heeft zich wel in de loop van de tijd steeds uitdrukkelijker getoond. We ook zien de ervaring van 2020, dat ons heeft getoond het belang en ook de moeilijkheid van het heiligdom om de individuele te onthalen. Mensen die niet met een bedevaart komen, die komen, sommigen echt op bedevaart, maar ook een aantal die gewoon maar bezoeker zijn, die komen kijken, die toerist zijn, en die we toch ook moeten kunnen op een gepaste manier onthalen. Ik heb deze morgen gezegd dat rond de tafel, rond de zieken, dat we misschien ook andere zieken onthalen. Hè? Niet alleen degene die we gewoonlijk naar Lourdes uitnodigen. Er zijn vormen van ziek zijn, van kwetsbaarheid, hè? Van zwakheid. Hè? En eigenlijk zou al die mensen die weg moeten kunnen vinden naar hier, de vreugde om in Lourdes te zijn en hun moeilijkheden, hun pijn, hun hoop te stellen, aanwezig te brengen bij de Maagd Maria. We hebben ook gezien le lien avec le pèlerinage de Lourdes, la grâce de Lourdes, elle se reçoit aussi à travers de nombreux. Lourdes, via vele wegen gaat. Hè. We hebben gezien wat er allemaal mogelijk is. Hè. Door de wegen van de uitzending, of dat nu via televisie is, of internet, of het Rozenkransgebed. We hebben het belang gezien hè, daarvan in de ronde tafel straks. Ik geloof dat dat allemaal dat gaat blijven, hè, gaat voortgaan. Hè. En dat we eigenlijk zullen leven. Hè? Dus het nauw verband van de fysieke aanwezigheid. Bedevaarten die komen. Hè? En andere mensen die thuis zijn. We rekenen op de mensen uit het buitenland. Hè? Wanneer dat weer terug mogelijk is. Ik heb ook gehoord. En dat is normaal. Dat ook angst en ongerustheden zijn. De wil om natuurlijk zo maximaal voorzichtig te zijn en vooruitziend te zijn. Hè. En dat kan ik zeggen. Hè, dat we voor alle ploegen van het heiligdom de veiligheidsmaatregelen werkelijk genomen zijn. Hè, en dat we dat zo goed mogelijk hè, trachten te beleven. Hè. De gezondheidsbeveiliging, om iedereen toe te laten om zoveel mogelijk in veiligheid hier te komen.
Maar als die vrees begrijpelijk is, hè, en ook zelfs legitiem is, dan denk ik toch dat we als christenen eigenlijk die angst moeten, door die angst heen moeten gaan. In elk geval ons niet laten opsluiten in de angst. Hè. Het zero-risk, geen enkel gevaar, die situatie, dat bestaat niet. Hè. Er zijn altijd risico's wanneer we iets organiseren. Het leven zelf is één groot, één voortdurend risico. Hè. Je moet geen angst hebben om het risico aan te gaan. Hè. Je moet niet alles doen. Hè. Maar men moet toch zich laten aanspreken door de roepstem, hè. De oproep van Maria, hè, die Bernadette heeft gevraagd en voorgesteld dat men hier in processie zou komen. En het is ingaande op die uitnodiging, hè? 63 jaar geleden, dat wij proberen naar Lourdes te komen, soms van heel ver, om deze tijd van bedevaart hier in Lourdes te beleven. En we moeten ze kunnen voortzetten, die weg. In het grootste respect, hè, voor de gezondheidsmaatregelen. Maar door nooit uit het oog te verliezen, dat doel, hè. Dat is om antwoord te geven, hè, op de uitnodiging, de oproep van Maria, en toe te laten dat zoveel mogelijk mensen, hè, oude mensen, maar ook jongeren, deze ervaring kunnen beleven. En van Maria de gave te ontvangen van het vertrouwen en van de hoop, omdat wij kunnen gaan drinken aan de bron, omdat we ons kunnen gaan wassen en dat we er nieuwe kracht opdoen. Nu we deze dagen van Lourdes afsluiten, wens ik u toe dat we talrijk zullen komen en dat we nu danken, Maria, danken voor wat we hier in Lourdes ontvangen. Dank u wel. Degene die luistert persoonlijk nog van harte toe, hè, dat we inderdaad elkaar heel gauw in Lourdes kunnen tegenkomen op de manier zoals we dat wensen. Nieuw, anders, maar in elk geval vol van de genade.